Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. Daar zijn we dan weer vanuit Spanje. Terwijl het weer is opgeklaard, het zonnetje een beetje begint te schijnen. Gelukkig, het Spaanse zonnetje is daar. We mogen niet klagen, want in Nederland is het ijs en ijs koud. Er ligt zelfs wat sneeuw. Dus je kunt echt als NEC maar beter hier zitten in Spanje en hier lekker trainen. Dat doen ze vandaag, de vrijdag, besloten. Ze hebben twee besloten trainingen. Voor de oefenwedstrijd morgen tegen FC Emmen. Toch wisten wij met een aantal spelers even een gesprekje te voeren. Zo ook met Dirk Proper. Hij is een van de spelers waar NEC graag mee verder wil. Carlos Albers heeft met hem gezeten en heeft de intentie uitgesproken van... we willen graag jouw contract verlengen. Hoe kijkt Dirk daar zelf naar? Ja, Dirk, lekker in Spanje. Hoe bevalt het? Ja, goed. Nee, bevalt goed. Ik denk goede omstandigheden en lekker veld. Dus wij zijn tevreden. Carlos heeft ook met jou gesproken. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat wil je? Wat is je gevoel? Ja, wat heb je gezegd tegen Carlos? Nee, Carlos, daar hebben we inderdaad een gesprek mee gehad over wat zijn visie is richting de komende jaren. En daar heb ik gewoon gesprekken mee gehad. En het zijn over het algemeen gewoon positieve gesprekken geweest. Hey, even terug op het eerste seizoenshelft. Je eindigt negende. Ja. Daar mag je blij mee zijn. Ja, klopt. Nee, we hebben natuurlijk op een gegeven moment in een wat mindere periode gezeten. En uiteindelijk was het wel belangrijk dat we laatste twee wedstrijden wonnen. Dus uiteindelijk goed dat we dat hebben gedaan. Nou vertelde Lasse gisteren van het is zo'n leuke groep. Ja, nou, dat klopt. Ik denk, iedereen kan gewoon heel goed met elkaar. En dat is gewoon mooi om te zien, weet je. Ik zei het net ook al, weet je. Je hebt een kaartgroepje, maar je hebt ook jongens die dan af en toe even erbij komen zitten. En aan tafel is het altijd gezellig. En, ja, we hebben gewoon een hele leuke groep en ook met veel kwaliteiten, dus dat is positief. Jij hoort dus bij het kaartgroepje? Ja, ik hoor bij het kaartgroepje. We spelen met Matthijs, Joris en Bart zijn we gaan hartenjagen dit trainingskamp. Ik ken het nog niet daarvoor, dus... Nou, ik hoorde ook van jullie nieuwe keeper, Rijk, dat hij dat ook nog niet kende, dat hij gisteren ook les heeft gehad. Ja, Rijk die kwam er nog even bij zitten, maar dat is ook leuk, weet je. Uiteindelijk proberen het andere jongens ook een beetje te leren, dat ze eventueel aan kunnen schuiven, maar... Nee, dat is mooi aan de groep, weet je. Iedereen praat met elkaar, iedereen is met elkaar bezig. En dat is alleen maar mooi, denk ik. Het wordt druk, januari, voor jullie. Veel wedstrijden. Ja. Maar, vind je dat lekker? Ja, als voetballer is het leukste wat je kan doen is wedstrijden spelen. Dus dat is alleen maar mooi. Ja, en dan ook nog even met Tafsan gesproken na de training. Een buitenspeler. Je hoorde bij Carlos Albers van de week ook al. Nou, daar willen ze er eigenlijk nog wel eentje van bij hebben. Zodat ze de positie dubbel bezet hebben. Voelt hij dan druk? Voelt hij concurrentie? En hoe kijkt hij terug op de eerste seizoenshelft? Hoe kijk jij daarop terug? Wisselvallen, denk ik. Goede momenten, minder goede momenten. Op zich, als je negende staat, moet je wel tevreden zijn, denk ik. Maar dat we allemaal wel beter willen en beter kunnen ook, denk ik. Ja, even voor jezelf. Misschien omvat het ook wel een beetje wisselvallig? Ja, misschien wel, ja. Ik kan me ook voorstellen dat het een beetje wennen voor je was. Je was gewend om eigenlijk altijd basis te zijn. En dan op een gegeven moment zit je even op de bank. Wat doet dat met jou? Ja, is niet leuk natuurlijk. Elke voetballer wil spelen natuurlijk, ik ook. Dus het was niet leuk. Dan hoor je overal wat verhalen. We gaan ook kijken misschien wel eens naar buitenspelers. Wat doet dat met jou? Gezonde concurrentie is altijd goed natuurlijk. Dus, maar het doet niet zo heel veel. Je kon al weg. Is het nou iets dat je nu in de winter denkt van, misschien is het ook wel weer zo'n moment om te gaan kijken of er een andere club geïnteresseerd is in mij? Nou, ik ben gewoon bezig met NEC, wat ik nog hier wil bereiken. En
ja, dat is denk ik ja, Europees voetbal, wat je net ook zei. En ja, dat is eigenlijk het belangrijkste waar ik me op focus. Dit was hem dan weer, de NEC-update van vandaag. Morgen zijn we er ook. Morgen is leuk. Morgen hebben we namelijk een nieuw gezicht voor de camera. Er is een nieuwe keeper mee, Rijk Jansen. En die gaan we morgen spreken. Pst. Graag tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.